Almere City FC is actie, is Flevoland, is jouw club en wil altijd winnen. Almere City, wij gaan voor elke kans. Op weg naar het uitduel bij Jong Ajax werkte de selectie van Almere City zich vanmorgen in het zweet. De ploeg van trainer Fred Grim bereidt zich vol vertrouwen voor op het treffen met de huidige nummer 11 van de Jupiler League. De oefenmeester verwacht in Amsterdam een interessant duel. Ja, nou ja, in ieder geval een mooi duel. Twee voetballende clubs. En ik vind ook wel dat het tijd wordt dat wij 3 punten gaan pakken. Ja, is het voor jou nog extra speciaal om terug te keren in Amsterdam? Nou, speciaal. Meer in de zin dat je de mensen kent. En een hele hoop jongens die bij Jong Ajax zullen spelen. Die ook nog onder mijn leiding getraind hebben. Dat is leuk. Maar voor de rest is het gewoon een van de... Ja, van de wedstrijden. Maar Jong Ajax, is het wel zo dat je nooit zo goed van tevoren weet met wat voor ploeg zij zullen gaan spelen? Maakt dat de voorbereiding op zo'n wedstrijd nog anders? Nou ja, sowieso altijd wel vanuit de beelden. Hè? Want we proberen altijd de clubs tegen wie we spelen van tevoren te analyseren. En ook met wedstrijdbeelden. Ja, dat is altijd lastig tegen PSV en tegen Ajax en Twente. Want je weet het nooit. En dat zal maandag niet anders zijn. Beschik je over een fitte selectie? Ja, we hadden vandaag 27 fitte spelers op de training, dus wat dat betreft mogen we niet klagen. Nourir Mammadov is ook hersteld van een blinde darmontsteking. Kan hij alweer 90 minuten spelen? Ik denk dat hij op dit moment in ieder geval wel een wedstrijd zou kunnen spelen, ja. Het gat naar de nummer 5 is op dit moment nog slechts 5 punten. In hoeverre is de ploeg daar nog mee bezig? Nou, daar zijn we natuurlijk continu mee bezig. En wat we onszelf wel kwalijk nemen en wat gewoon heel erg jammer is, dat we daar ook al hadden kunnen staan. Hè, als je kijkt naar de wedstrijd die we gespeeld hebben. Maar dat doel staat nog steeds. En het mooie is dat we nog tegen alle tegenstanders spelen die ook daar bovenin staan. Dus we hebben het uiteindelijk in eigen hand. En is daarnaast dan ook een kwestie van vertrouwen tanken nu op weg naar die play-offs? Ja, dat sowieso. Maar voorlopig hebben we de doelstelling waar we voor spelen. En we zullen straks natuurlijk veel gerichter richting de play-offs gaan spelen en trainen. Ricardo Kip treft in Jong Ajax zijn voormalige werkgever. De middenvelder speelde namelijk enkele jaren in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Ja, ik krijg hem nu al iedere keer dat ik tegen Jong Ajax te spelen, krijg ik hem te horen. Maar inmiddels is het al de vierde keer dat we geloof ik tegen ze spelen. Maar ja, het blijft altijd. Wel iets hebben, maar niks echt speciaals meer. Ik bedoel, het is nu een hele andere lichting. Mijn lichting is allemaal een beetje doorgestroomd of zijn er andere clubs toe. Dus echt heel speciaal is het niet meer. Want ken je nog jongens die in het huidige team spelen of zijn het echt allemaal andere jongens? Nee, volgens mij zijn het echt allemaal andere jongens. Want je weet ook niet wie er spelen natuurlijk. Maar de meeste zitten dan in het eerste of zijn gewoon bij andere Eredivisie of Jupiler League teams aan de slag gegaan. Je zegt het al, je weet nooit goed wie er spelen. Maakt dat de voorbereiding op zo'n duel tegen een belofte team extra lastig? Nou, extra lastig. Ik vind gewoon, je moet altijd ten alle tijde je eigen spelletje spelen, toch? Dus, het maakt niet uit wie er speelt. Jullie zijn na de winterstop weer lekker bezig, hebben de draad weer opgepakt. Het gat naar de nummer 5 is op dit moment 5 punten. In hoeverre kijken jullie daar nog naar? Ja, in hoeverre kijken we ernaar? We moeten gewoon iedere wedstrijd proberen te winnen. En dan zie je wel uiteindelijk hoe hoog je eindigt. Is daarbij ook de gedachte van ja, nu gewoon vertrouwen tanken op weg naar die play-offs? Sowieso. Want je moet, als je wedstrijden blijft winnen, dan is het zelfvertrouwen hoog. En dan ga je met veel vertrouwen de play-offs in. Almere City FC is actie, is Flevoland, is jouw club en wil altijd winnen. Almere City, wij gaan voor elke kans.